Ruben, je bent topjudoka, wereldkampioen in 2007, Olympisch brons in 2008. Heb je ook iets met hardlopen? Nou, hardlopen is voor een judoka ook erg belangrijk. We liepen twee keer in de week liepen wij in Middenduin, in Overveen liepen wij hard. Conditioneel erg belangrijk om een goede basis te hebben, dus ja, absoluut, ik heb wel wat met hardlopen. Ja, die twee sporten lijken heel erg ver van elkaar af te staan, hè? Judo en hardlopen. En toch is het voor judo belangrijk om hard te lopen, waarom is dat? Nou, wat ik net zeg, de basis voor een judoka is dat je een goede conditie moet hebben. Mm-hmm. Ik denk dat je dat met hardlopen een hele goede basis kan creëren. Mm-hmm. Dus en als je dat op een goede manier geperiodiseerd kan doen, dan heb je er heel veel baat bij als judoka. Ja. Als je het hebt over het mentale aspect van het lopen van een marathon, ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, en het vechten van een judo-wedstrijd, denk je dat daar overeenkomsten te vinden zijn? Ja, ik denk dat het allebei afzin is. En, judo is geen marathonlopen. Wij moeten in 5 minuten het maximaal kunnen leveren, maar dan moeten we wel, als je het heel goed doet, een keertje of 6 op een dag kunnen doen. Ja. Dus daar zitten best wel de overeenkomsten in, dat je op heel veel momenten op een dag het uiterste van jezelf vraagt. Dus, nou, als je dat dan doortrekt naar een marathon, denk ik ook dat je een aantal momenten tijdens die marathon jezelf tegen gaat komen. Nou, dat hebben judoka's denk ik ook. Dus je hebt, bij ons heb je een soort intervalduurconditie nodig. En waar je jezelf een aantal keer tegenkomt. Dus er zitten wel degelijk overeenkomsten. Ja.